De Surinaamse Partij van de Arbeid, de SPA, die heeft er vandaag zaterdag een nationaal congres gehouden waarbij een nieuw bestuur is gekozen. Er was er maar slechts één lijst onder aanvoering van Guno Kastelen. En het bestuur die is er verder uitgebreid nog met een viertal leden. En zoals dat meestal bij de politieke partijen toegaan wanneer het aankomt op hun congressen, dan zijn ook de financiële rapporten en andere belangrijke zaken medegedeeld aan de aanwezigen uit de verschillende districten of de leden uit de verschillende districten. Dat is ook het geval geweest bij de SPA, waar men ook het partijprogramma kort heeft gepresenteerd. En dat brengen wij thans bij u in de huiskamer, wat de prioriteitsgebieden zijn voor de Surinaamse Partij van de Arbeid op naar de verkiezingen van 2020 en na 2020. We gaan het kader hier aangeven. We gaan niet al te veel in details, maar we gaan toch proberen het voor u op een desnodige manier te presenteren dat het te behappen is. We hebben 7 punten, we hebben clusters gemaakt van de zaken die we zeg maar gaan verwerken in het partijprogramma voor de periode 2020-2025. En een van ze is gezondheidszorg en welzijn. Het tweede, rechtszekerheid en burgerschap. Het derde, economie, industrie en bankwezen. Inkomen en werkgelegenheid. Sociale zekerheid en maatschappelijke zorg. Buitenlands beleid. Infrastructuur en transport. Met betrekking tot gezondheidszorg en welzijn is de centrale doelstelling een fysiek en psychisch gezonde gemeenschap. Want zonder een gezonde gemeenschap ga je geen productie kunnen leveren. Dus er is zorg voor zorg dragen dat er voldoende voorzieningen zijn voor een gezonde samenleving en gezonde burgers. Dat de voorzieningen bereikbaar zijn, dus betaalbaar en dicht bij huis zijn. Dat er een veilig milieu is, voldoende gezond voedsel, voldoende gezondheidsvoorzieningen en betaalbare dienstverleningen in het gehele gebied van ons land. Dus ook in het achterland. We kunnen niet ons alleen maar concentreren in het kustgebied. Voor alle dus mensen die ver wonen en mensen die ernstig ziek zijn, moeten ook geholpen kunnen worden. Mensen die in psychische nood verkeren, moeten ook geholpen worden. Hervormingen in de gezondheidszorg, zowel aan de zijde van de zorgverleners als aan de zijde van het publiek. En zo meer rendement te halen uit de weinige middelen die we hebben. Infrastructuur optimaliseren om zo de druk op bestaande ziekenhuizen te verlagen, vooral op het gebied van de spoed en acute zorg. Rechtszekerheid en burgerschap. Houd in de waarborging van een rechtvaardig vervolgingsbeleid. Onafhankelijke rechtspraak en korte procedures tegen redelijke kosten, waarbij het justitieel apparaat ten dienste staat van de nationale belangen, maar ook de individuele burger rechtbescherming biedt. Bescherming tegen criminaliteit en bescherming van zwakke groepen middels regelgeving gericht op emancipatie van achtergestelde groepen en bescherming van de nationale ontwikkeling van ons land. We moeten werken aan het minder logmaken van het rechtspraakproces door het verder vergroten van de groep rechters en het vergroten van het soort zaken welke kunnen worden beslecht via een kort geding. Transparantie en minimalisering van corruptie binnen het overheidsapparaat. Het beleid van de overheid ter stimulering van de economie, industrie en het bankwezen moet meer zekerheid bieden aan de groei van het inkomen van Suriname, met een duur woord ons BBP, bruto binnenlands product. We moeten het nationaal inkomen vergroten, zodat we als land in staat zijn om onze schulden te betalen, zonder de belasting te verhogen en zonder dat we ons onderwijs in gevaar brengen en bezuinigen op onze gezondheidszorg. Dat wil de SPA doen door regelgeving te maken voor het ontkennen van onze nationale eigendommen, grondstoffen, maar ook onze nationale parastatale bedrijven die nu worden uitverkocht. De SPA wil wettelijke grenzen stellen aan de joint ventures, die samenwerkingsverbanden, die
mogen worden opgesteld zodat we meer halen uit onze productie. Het partnerschap tussen de werkgeversorganisatie en de vakbeweging moet wettelijk beter worden geregeld in het belang van onze nationale economie. Er moeten financiële mogelijkheden worden geschapen voor mensen die een idee hebben en startende bedrijven. We willen tegelijkertijd ook investeringsfondsen voor het middel- en kleinbedrijf en snelgroeiende industrieën opzetten, waardoor ons nationaal inkomen in staat is ons te verzorgen. Geen leningen meer die niet terugbetaald kunnen worden. De haven van Suriname en onze internationale luchthaven langzamerhand upgraden naar internationale standaarden. Om zo meer verkeer uit de regio en Zuid-Amerika aan te trekken. En zo op lange termijn uit te bouwen naar een strategische hub. Met verbindingen naar Europa, Azië, noem maar op, Noord-Amerika. Dit zal uiteindelijk ook het toerisme gaan bevorderen en die sector ontwikkelen. De niet-traditionele industrieën een push krijgen, toerisme, grootschalige landbouw, lage onderhoud met hoge opbrengsten. Dus dat is die gewassen die we gaan telen. Sociale zekerheid en maatschappelijke zorg is de afgelopen jaren afgebroken. En aan de ene kant zien we dat er AOV wordt verhoogd, maar er komen steeds meer regels, waardoor groepen die het steeds moeilijker krijgen. Aan de andere kant worden scholen en kinderopvang steeds duurder. En er is geen maatschappelijke zorg voor senioren burgers. Of worden mensen met een beperking te weinig betrokken in onze nationale productie. We moeten een systeem opzetten waarbij de pensioenen en kinderbijslag jaarlijks meelopen met de loonontwikkeling. Dus gedeeltelijk waarde vastmaken van de pensioenen en de positie van de CAO versterken, zodat bedrijven die geen CAO hebben zich verplicht stellen om de CAO te volgen. Aanpassing van de pensioenwet, zodat de positie van de vakbeweging wordt verbeterd en algemeen de positie van de vakbeweging wordt verbeterd als een van de sociale partners om de sociale zekerheid te realiseren. Ervoor zorgen dat de basisbehoeften van de bevolking altijd voorzien zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en de basisbehoeften van de mens moeten altijd ter beschikking zijn en realiseerbaar. Buitenlands beleid moet erop gericht zijn om de internationale positie van Suriname te herstellen. Het imago van doorvoerland voor drugs te herstellen en afspraken te maken voor bilaterale partnerschappen. Suriname moet meer kunnen halen uit afspraken binnen CARICOM. CARICOM zijn een gemeenschap van de Caribische landen. En er meer voordeel uithalen. Suriname heeft op dit moment te veel nadelen van de import van goederen en er is weinig export. We moeten onze uitgaven aan ambassades die geen bijdrage leveren aan onze nationale economie of nationale ontwikkeling beperken. Zoveel mogelijk een onafhankelijke positie innemen ter verbetering van de wereldvrede en de emancipatie van onderdrukking en een bijdrage leveren aan internationale vraagstukken als vluchtelingen en mensenhandel. Ons buitenlands beleid zal ook gericht zijn op de remigratie van personen die ons land hebben verlaten vanwege de politieke of economische crisis. En als laatste infrastructuur en transport zou wel gericht zijn op onze nationale economie als de vrijheid van mensen om zich te bewegen. Het busvervoer is toe aan een grondige evaluatie. We verwachten aanpassing van de afspraken zodat we gegarandeerd zijn van openbaar vervoer dat betaalbaar blijft en we zullen speciale wegen aanleggen die gebruikt worden voor openbaar vervoer in buurten waar dat nodig is. Tegelijkertijd zullen we investeren en zo de vele files verminderen. Files zijn kostbaar. Dus dat is een greep uit hetgeen we in ons partijprogramma zullen verwerken.